We zijn vandaag bij de papiermolen. Ik kom hier altijd om te zwemmen. Maar vandaag gaan we een aantal ateliers bekijken die open dag hebben. Hoewel de ateliers al 20 jaar in de papiermolen gevestigd zijn, is het niet bekend bij vele Groningers. Ik ben Sandra de Leeuw en ik heb een kledingatelier. Mijn atelier heet Atelier Sans Scrupule. Ik ontwerp en maak maatkleding op bestelling. Ik las iets op jouw bordje en ik zag het woordje ongegeneerd. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, mijn instelling is dat iedereen ongegeneerd zichzelf moet kunnen zijn. En dat je daar dus ook de bijpassende kleding bij kunt hebben eigenlijk. Bijvoorbeeld deze blouse heb ik gemaakt voor een dame die had de stof gevonden in Azië. Die had ze meegenomen en ze zegt van nou ja, de kleuren spreken mij aan. Ik vind de stof prachtig. Kunnen we er ook iets van maken? Is dat misschien leuk? Wat zullen we eens doen? Nou ja, ze zegt zelf van nou, ik draag graag kleding die een beetje, ja, gemakkelijk zit. Nou, toen hebben we deze blouse gezamenlijk ontworpen. En nou ja, dat is dus ook weer een heel persoonlijk verhaal. Zij heeft die stof gevonden. Voor haar zit daar een herinnering aan, meegenomen van vakantie. Nou ja, zo kun je daar een heel mooi kledingstuk van maken. Dat jasje is gemaakt van een zeil. Deze meneer had de wereld overgezeild met zijn grote liefde. En kwam bij mij met het zeil van die boot en zegt, joh, kunnen we van dat zeil misschien een colbert maken? Nou ja, dat is een beetje hoe het werkt, zeg maar. Hoe lang zit je hier nu precies al? Ik zit hier eigenlijk nog maar vrij kort. Sinds oktober zit ik in dit atelier. Hiervoor heb ik Antikraak in de stad een atelier gehuurd. En dat werd opgezegd. Want ja, dat heb je met Antikraak. En toen hoorde ik dat hier ook ateliers zaten. Ik wist het ook helemaal niet. Het zwembad, hè? Ja, zwembad, ja. Zwembad, ateliers. Die link had ik nog niet helemaal gelegd. Je hebt hier ook geen etalage eruit en mensen lopen niet snel even binnen. Nee. Maar omdat ik voornamelijk op afspraak werk, ik ben er ook niet altijd. Ja, dan valt het eigenlijk wel mee, maar je moet wel altijd even uitleggen inderdaad. Het is bij het zwembad en ja, er staat niet nog een gebouw naast. Het is echt in het gebouw van het zwembad. Ik ben Willem Kolvoort en ik ben illustrator. Zie ik nou dat jij een foto van mij hebt geschilderd? Dat is een koekjesmonster. Ja. Ja, ben jij een koekjesmonster? Ik ben een enorme koekjesmonster. Oké, okay, ja. En dan doe je dat ook op deze manier? Absoluut, ik schrans alles naar binnen. Ja, dat is echt niet mond, te doen. Mond open en alles... Ja. Maar vertel Willem, wat zie ik hier allemaal? Nou ja, affiches voor Vera, dat doe ik al heel lang. Mm-hmm. En dat is in opdracht van Vera. Ja. En ik doe ook heel andere dingen. Ik maak ook tekeningen voor educatieve uitgevers. Voor schoolboekjes. Ik maak tekeningen voor natuurtekeningen voor een krant. Mm-hmm. Mijn inspiratie haal ik overal vandaan. Als ik naar buiten kijk, hier in het zwembad, dan vliegen de vogeltjes die zingen. Als het zwembad open is, dan hoor je allemaal mensen duiken. Je ruikt de patatlucht soms. Ik kwam hier ook altijd om te zwemmen en ik wist dus niet dat hierboven ateliers zaten. Nee. Hoe profileren jullie elkaar dan? Hoe doe je dat? Daarom doen we dit ook. Oké. Ja, dat de mensen een beetje kunnen zien wat hier eigenlijk binnen de oude badhokjes gebeurt. Mm-hmm. Maar dit waren vroeger dus de badhokjes. Oké. De kleedhokken. Yeah. Ja, mensen die kwamen op deze afdeling, moesten de jongens zich omkleden. Mm-hmm. Eén verdieping lager waren de meisjes. Dit is een ideale plek. En het mooie nu is dat deze gang redelijk gevuld is. Mm-hmm. En met gelijkgestemden en positivo's. Ik ben Kim Veeman en dit is mijn atelier. Ik ben bioloog, dierkunstenaar en illustrator. Ik maak olieverfschilderijen en ik illustreer voor verschillende tijdschriften. Ik ben wel even heel erg benieuwd. Je zei, ik ben bioloog, tenminste dat is je achtergrond. Ja. En hoe kom je dan op schilderen uit? Ja, nou, dat is een beetje een apart verhaal. Ik ben bioloog en uiteindelijk ben ik wetenschapsjournalist geworden. Dus toen ging ik schrijven voor tijdschriften als Roots en National Geographic Junior en zo. En op een gegeven moment heb ik een stuk geschreven over bijen en bijendans. En toen ging ik daar een illustratie bij maken van even uitleggen voor de redactie wat ik nou eigenlijk bedoelde. En toen zeiden zij van, mogen we dat er niet bij plaatsen? Want dat is gewoon eigenlijk heel mooi. En toen dacht ik, hey, dat kan dus ook. Dus zo ben ik insecten gaan illustreren. Daar heb ik een rubriek nu ook in Buitenleven. Nou, moet ik wel even zeggen, hè, als ik die kevers zo zie,
Dat ik toch wel een beetje kippenvel krijg, want ik heb het dus echt niet op insecten. Ja, ik snap wat je bedoelt, hè? Vrouwen, ja. Beesten heb ik ook wel een beetje hoor, als ik zo'n spin zie of zo. En ik heb dan wel biologie gedaan, maar ik had helemaal niet per se wat met insecten. Ik deed meer de grotere dieren en zo. En toen ik het dus ging tekenen, gaat echt een wereld voor me open dat al die details in die kleine beestjes zitten. Dan denk je toch echt, dat is een soort moeder natuur die dat allemaal heeft bedacht of zo. Dus elke keer als ik ook eentje weer ga tekenen, dan soort van alsof ik steeds verder inzoom als ik hem nateken. En dan krijg je zoveel details en kleuren en dingetjes dat je echt denkt, wauw. Als jij thuis bent en je ziet opeens zo'n spinnetje lopen, dan denk je, oh wacht, ik ga meteen even alles erbij pakken en ik ga hem natekenen. Of spring jij dan toch gewoon nog op de bank? Nou, als hij heel groot is, dan spring ik op de bank, zeg ik tegen mijn vriend, pak jij hem even, hij is ook bioloog, hè, dus die mag dan oplossen. Nou, hallo, ik ben Kitty Boon en dit is mijn atelier en ik fotografeer en ik maak theater. Wat voor theater maak je precies? Ik maak kindertheater. Met theatergroep Katkids, daar treden we ook op. Maken we voor de nationale voorleesdagen maken we theater. En ik maak theater voor straks in Zuidlaren een voorstelling die gaat over Pippi Langkous. Als ik nou niet zou weten dat jij hier zou zitten en ik ben op zoek naar een fotograaf of iemand inderdaad die producties maakt, hoe kan ik jou dan vinden? Nou, op de website Kitty Boon, www ervoor, hè? Dan kan je me vinden. Maar wij zeiden ook al, we moeten eigenlijk wat zichtbaarder worden, ook beneden. Wat als je nou gewoon, hè, omdat je de sleutel hebt van beneden, gewoon na sluitingstijd hier echt een gigantisch feest gaat geven om zo een beetje aan de mensen te laten weten dat jullie hier zitten. Lijkt je dat niet een goed plan? Dat lijkt me een uitstekend plan. En weet je wat we dan doen? Dan maken we er een theatervoorstelling van, want dan mag iedereen lekker naar binnen komen. Je hebt het gehoord. We hebben met Kitty besloten dat we volgend jaar een leuke culturele activiteit gaan houden hier in het zwembad De Papiermolen. Heb jij nog leuke ideeën? Laat het Kitty weten.